Prins Viel was altijd een wegrestaurant, zeer bekend. De knooppunt is ook heel bekend altijd hier. En de ambitie was er om een hotel neer te zetten en dat is dus uiteindelijk gebeurd. Wij stralen zeer zeker de laatste tijd meer en meer luxe en comfort uit. Dus onze niveau standing is heel hoog gestegen. Dus we staan als hotelketen het hoogst in de quotum van de hotels in Nederland. Dat stralen wij uit, dus perfectie, ruime kamers, lekker eten, goede bediening. We hebben 86 kamers, in totaal waarvan 4 suites, 12 vergaderzalen, dus voorzien met alle faciliteiten zoals internet, videoconferentie, dat doen we dus ook. Airco, heel het gebouw is geclimatiseerd. Mogelijkheden zijn voor de zakelijke gasten voornamelijk het vergaderen zelf, want daar komen ze voor. Belangrijke troeven die we hier hebben is het parkeervoorziening, dus dat is altijd meegenomen hier, dat is makkelijk. Bereikbaarheid is qua deze locatie ook een pluspunt. En dan de logische dingen die je gebruikt tijdens het vergaderen is het internet, de flipovers, de schermen. Ook de zaaltjes zijn allemaal voorzien met koelkastjes en climate control. Ik heb inmiddels een vergunning gekregen van de gemeente voor 64 kamers bij te bouwen. Dus dan hebben we de 150 in totaal. Ook bij het uitbreiden van het restaurant krijgen we dus daarboven een hele grote vergaderzaal van 400 vierkante meter. Daar eigenlijk congresvergaderingen gedaan kan worden. In ieder geval, ik denk dat de horeca een roeping moet zijn. Je komt natuurlijk laat thuis en het is 's morgens beginnen. En iedereen wil natuurlijk dat het perfect is. Dus de gasten die vergaderen. Dat zijn allemaal serieuze bedrijven, die willen goed behandeld worden. En dat is voor ons, ja, dat is ons ding, daar zijn we goed in. En dat vinden we met z'n allen, als team staan we erachter. Nou, Breda ligt sowieso heel centraal voor Antwerpen en Rotterdam. Je ziet gewoon meer en meer, dan kunnen we zien aan de maaltijden. Als de Belgen aan tafel zitten, die gaan warm eten op de middag met een glaasje wijn erbij. En onze Nederlanders die doen het nog steeds met een glaasje melk. Dus ik denk dat ze gewoon in alle eerlijkheid de afstanden daardoor verkleinen. Dus ieders doet de helft en dan komen ze in Prinsjeviel terecht.